Dit zijn de laatste beelden van Tariq El Idrissi, een zeer getalenteerde kickbokser uit Amsterdam, als hij gaat tanken de avond voor zijn dood. Direct na de moord op hem deden we al een getuigenoproep. Nu zijn er nieuwe aanknopingspunten. Ik heb eigenlijk op allerlei sporten gezeten. Ook op karate, voetbal, basketbal. Tafeltennis heb ik ook gezeten. En ik vond maar niks aan. Toen ik was gaan thaiboksen, wist ik het gewoon dat ik er bijna mijn hele leven mee door zou gaan. Tariq El Idrissi, hier op beelden uit 2001, geldt lange tijd als een van de beste kickboxers van de wereld in de gewichtsklasse tot 70 kilo. Hij wordt in Amsterdam geboren, als zoon van Marokkaanse ouders in een groot gezin. Het is zijn moeder die hem op zijn 14e stimuleert om te gaan kickboksen. Ik op straatrand hangde. En mijn moeder vond het een beetje nutteloos, dus moest ik niet vasthouden, dat was mijn sport. Ja, mijn vader vond het eigenlijk geen goed idee, maar daarna zag hij de positieve kant ervan. Dus ik veranderde ook helemaal. Tariq blijkt een natuurtalent. Ik weet gewoon dat ik wereldkampioen ga worden. Ruim 10 jaar leeft hij voor het kickboksen. Tot 2007, wanneer hij tijdens een gevecht voor de 2e keer zijn been breekt. Het herstel duurt lang. Er komt een voortijdig einde aan zijn sportcarrière. En er verandert meer in het leven van Tariq. In 2001 zei hij als 19-jarige nog... Ja, ik ben volwassener geworden eigenlijk door de sport. En ik ben meer door gaan denken aan de toekomst en zo. En door geen domme dingen te doen. Dus het haalt me eigenlijk van het slechte pad af. Maar in de jaren na zijn sport gaat het wel mis. Tariq raakt verstrikt in het criminele circuit. Al doet hij er alles aan om dat verborgen te houden voor zijn naaste omgeving. Tariq El Idrissi is getrouwd en een goede betrokken vader van 3 kinderen... die nu 9, 7 en 2 jaar oud zijn. Donderdag 30 januari brengt Tariq El Idrissi aan het begin van de avond zijn oudste 9-jarige zoon naar zijn voetbaltraining. Na de training levert hij zijn zoon af op de Kramatweg in Amsterdam-Oost. Tariq en zijn gezin logeren daar tijdelijk bij familieleden, omdat er in hun eigen huis wordt geschilderd. Tussen 8 uur en 10:30 is Tariq in het wokrestaurant Wok on Fire in de Jan Evertsestraat. Hij kent de eigenaar en komt er vaker. Een kleine 10 minuten later gooit de oud-kickbokser de tank vol van zijn grijze Opel Astra bij het Texaco tankstation aan de Marnixstraat in Amsterdam Centrum. Bij het afrekenen van ook nog wat snoep zien we Tariq El Idrissi voor het laatst in levende lijven. De nacht brengt Tariq met zijn vrouw en kinderen door op de Kramatweg. De volgende ochtend rijdt hij al vroeg naar zijn eigen huis om de deur open te doen voor de schilders. Maar zover komt het niet. Bij zijn huis in de Den Helderstraat in Amsterdam-Noord wordt Tariq El Idrissi zittend in zijn auto onder vuur genomen door 2 mannen. De 2 vluchten daarna weg in een grijze Volkswagen Golf GTI. Hulpdiensten kunnen niets meer voor hem doen. Tariq sterft ter plekke. En hij stierf op 31-jarige leeftijd. Meneer Wijsa, goedenavond. Ja, ooit een van de beste kickboxers ter wereld. En dan kom je zo aan je einde. Ja, en het lijkt of die blessure een soort van keerpunt is geweest. Hij is daarna diep in het criminele milieu beland. En daarin zoeken we ook het motief achter zijn dood. Mm-hmm. Natuurlijk was het maar 1 kant van hem. Er zijn ook 3 jonge kinderen in deze zaak betrokken. 3 kinderen die hun vader op veel te jonge leeftijd al moeten missen. Hun zorgzame vader. Ja, we zagen al in de reconstructie in grote lijnen zijn laatste avond. Om erachter te komen wie hem heeft vermoord, wilt u onder andere precies uitvinden wie hij toen allemaal heeft gezien en gesproken.
En dat begint op het moment dat hij op die donderdagavond 30 januari zijn oudste zoon na de voetbaltraining terugbrengt naar dat logeeradres. Klopt. Daarna is Tarik doorgereden naar restaurant Wok on Fire. Dat is in de Jan Eversenstraat in Amsterdam-West. En daar is hij tussen 8 en 10:30 die avond geweest. En we willen graag met iedereen in contact komen die daar die avond ook is geweest. Echt iedereen. Dus ook mensen die alleen maar eten hebben afgehaald. En u mag dan bellen uiteraard met onze gratis tiplijn. Ja, dan het volgende moment in die tijdlijn. Dat is als hij weer weggaat bij dit restaurant. Ja. We hebben gehoord dat hij daarna, dat is ongeveer om 10:30 op die donderdagavond 30 januari, dat toen een mogelijk Marokkaanse man bij Tarik in zijn grijze Opel Astra met het kenteken 34NPD7 zou zijn ingestapt. Die is ook een tijdje blijven zitten. Helaas hebben we nog niet weten te traceren wie die man is. En u zult begrijpen, die willen we wel heel graag spreken. Meld u zich als u dat was of denkt te weten wie dat is. Of als u hem die avond rond 10:30 heeft zien instappen daar. Ja, en die man kan zijn ingestapt in de buurt van het restaurant aan de Jan Eversenstraat. Wellicht was hij voor die tijd ook in dat restaurant. Maar het kan ook zijn geweest op de route naar het tankstation. En de laatste beelden waar Tarik levend op te zien is, dat zijn de beelden van het tankstation. Helaas staan de camera's daar dusdanig opgesteld dat niet te zien is of er nog iemand bij hem in de auto zat. Daar aan de Marnixstraat, vlakbij het politiebureau, dus 10:50 die laatste beelden van Tarik. Misschien kunt u zich nu herinneren dat u hem heeft gezien daar. En wie heeft hem nog die avond gesproken? Via de telefoon of in het echt? Verder dan met die tijdlijn, ergens na tanken ging Tarik naar zijn tijdelijk adres op de Kramatweg in Amsterdam-Oost. Ja, in Oost. En hij is daar waarschijnlijk rond 11:00 aangekomen. We willen graag mensen spreken die hem daar hebben gezien. Dat kan ook bij vertrek zijn de volgende ochtend, even voor 7:30, op die vrijdag de 31ste januari. En we zijn met name geïnteresseerd in zaken die rond die locatie opvielen, afweken. Want we gaan er eigenlijk vanuit dat Tarik vanuit daar is gevolgd naar zijn eigen huis, dan wel is opgewacht bij zijn eigen huis. En dat eigen huis, dat was dus in de Den Helderstraat waar hij werd doodgeschoten. Uiteraard moet u zich ook melden als u dit nog niet heeft gedaan, maar daar wel iets heeft gezien dat mogelijk van belang kan zijn. Inmiddels heeft u wel een signalement van de dames. Ja, de schutter die aan de bestuurderskant stond, dat was een man van vermoedelijk Noord-Afrikaanse afkomst. Tussen de 20 en 45 jaar, in het donker gekleed, waaronder een waarschijnlijk zwarte jas, met capuchon over zijn hoofd. En hij droeg een sjaal tot net over de neus. En de andere dader die aan de andere kant stond van de auto was ook tussen de 20 en 45 jaar oud. Hij droeg een bivakmuts en donkere kleding. En beide mannen zijn na het incident ingestapt in een grijze Volkswagen Golf GTI met winterbanden en zwarte velgen zonder wieldoppen. En we vertelden al eerder dat die auto kort voor de moord in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 januari gestolen was vanaf de Cas Orthuiskade in Eiburg-West. Vlak na de moord is de auto brandend teruggevonden in de Hilverbeekstraat. En dat is niet ver van de Den Helderstraat waar Tarik woonde. Ja, en we zijn op zoek naar mensen die die auto vanaf het moment van de diefstal nog hebben gezien. En de meest logische route van de Den Helderstraat naar de Hilverbeekstraat is via de Waalburgsingel. Kortom, we zijn op zoek naar getuigen van de moord, de route van de daders naar de Hilverbeekstraat en van het achterlaten van het vluchtvoertuig daar. Bovendien zou rond het tijdstip van de moord op de Volendammerweg, en dat is niet ver van de plek waar Tarik is doodgeschoten, een donkere auto hebben gestaan ter grootte van een Opel Astra. En die stond zodanig ingeparkeerd dat men er ook meteen mee kon wegrijden. En we willen graag weten wie die auto daar nog meer heeft gezien en natuurlijk wie erin zat. Kunt u de politie verder helpen met het onderzoek naar de moord op Tarik El Idrissi? Elke tip is welkom bij de tiplijn, bij M. En u kunt ook een afspraak maken met het team Nationale Criminele Inlichtingen op het nummer 079 345 8999.